Ja, Melle, wat is het gevoel dat nu overheerst? Ben je blij dat je niet hebt verloren of teleurgesteld dat je niet hebt gewonnen? Teleurgesteld dat je niet hebt gewonnen. Daar gingen we ook vanuit als spelersgroep dat je die 3 punten vandaag ging pakken om een grote stap te maken weer. En als je ziet naar de wedstrijd, ik denk dat we genoeg kansen hebben gehad om ook uiteindelijk die goal te maken. Ja, genoeg kansen. Jij kreeg zelf ook nog een goede kans met die kopbal. Van Gassel leek hem uit het doel te houden. Gaat net niet over de lijn heen. Dat is net de pech die je dan hebt, toch? Ja, ik denk we kregen natuurlijk heel veel kansen uit spelervattingen vandaag. Of ja, ook niet echt van hoeveel corners en vrijtrappen hadden ook niet zoveel grote kansen. Ik denk in het spel waren we niet goed genoeg om echt grote kansen te creëren. Maar bijvoorbeeld zo'n kopbal, ja, dat moet net ook goed erin gaan. Of zo'n bal die eruit valt, die moet ook goed net voor de voeten vallen. En dan moet je hem erin tikken. Maar we hebben ook een paar van die kansen gehad. En ook grote kansen die gewoon erin moeten op dit moment. En dat gebeurde vandaag niet. Vandaag, ja, je kon eigenlijk uitlopen op een directe concurrent. Hoe vervelend is het dan dat je nou gelijk speelt? Ja, vervelend. Net als ik zeg, je kon een grote stap maken. Maar het belangrijkste is, als je hem niet kan winnen, moet je hem ook niet verliezen. Weet je, ze blijven dan nog 3 punten achter ons. En dat is het enige positief wat ik nu eruit kan halen, dat ze ook niet op gelijke hoogte zijn gekomen. De afgelopen 3 wedstrijden toch 7 punten gepakt. Laten we het even positief bekijken. Is het dan vervelend dat je bijvoorbeeld volgende week niet speelt en dat nog 2 weken moet wachten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het liefst speel je al die wedstrijden nu gewoon in 1 keer door. Alleen ja, je kan het ook positief bekijken dat je nu even die rust kan pakken en weer herstellen. En op de dingen trainen die je nu op de laatste fase nodig hebt. Maar het liefst blijf je gewoon in die momenten met spelen. En ja, hou je die halve reeks vast die we nu hebben. Alleen, het is wat het is. En we moeten gewoon zorgen dat we na die bekerweekend eigenlijk sterker terugkomen.